Eindexamens middelbare scholen begonnen. Het is maandag 17 mei. Dit is Zeeland Nu. Versoepeling regels voor eindexamen coronastijl. Prof wielerevenement weer afgelast. En Karin van As uit Zierikzee, de stem in Rotterdam. Goedenavond. Een spannende periode is aangebroken voor de middelbare scholieren, want de centrale examens zijn weer begonnen. Vorig jaar ging dat niet door vanwege coronamaatregelen, maar dit jaar kan het wel op aangepaste wijze. Wat blijft zijn natuurlijk de zenuwen. Vreselijk nerveus. Simpel als dat. Gewoon vreselijk nerveus. Ik ben bang. Maar ja, wat kan ik anders aan doen? Nou, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik hoop dat dat weggaat tijdens de examens. En dan hopen dat het dan goed komt. De overheid heeft geld vrijgemaakt om extra begeleiding te bieden, omdat de leerlingen niet iedere dag naar school konden. Daar hebben veel leerlingen gebruik van gemaakt. We hebben ongeveer 50 leerlingen extra les aangeboden. In vakken als wiskunde, Nederlands, geschiedenis, scheikunde. Dat zijn dan wel de meeste vakken waar behoefte aan is. Begin dit jaar heb ik extra bijles gekregen voor 2 vakken. En dat heeft wel geholpen, denk ik. Anderen deden het op hun eigen manier. Ik heb gewoon een goede 2 weken van tevoren elke dag een half uurtje examens lopen maken. En dan de laatste 3-4 dagen echt even tegenaan, gewoon een uurtje of 2 examens maken. En zo heb ik me voorbereid. Ondanks de zenuwen zijn de meesten blij dat het centrale eindexamen dit jaar wel door kan gaan, tot verrassing van het schoolbestuur. In maart heb ik nog eens geïnformeerd bij de bovenbouwleerlingen van hey, hoe vinden jullie het nu gaan en moeten we vooral doorzetten met alle activiteiten ten aanzien van de examens. En toen hebben leerlingen volmondig allemaal ja gezegd. Voor mij is het belangrijk omdat, ik weet niet, dan kom ik wel aan mee weg met een volledig examen of een volledig diploma. Dat is toch net even dat bewijs. Dus de leerlingen hebben er niet iedereen denk ik veel zin in, maar ze ervaren het wel als een mooie afsluiting van hun carrière op de school. Bij scholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen staat nog steeds Nanchu Hiddes. Nanchu, de eerste scholieren, ja, die kwamen na het examen naar buiten. Hoe stonden de gezichten? Nou, van wat ik heb gezien waren ze allemaal erg opgelucht dat de eerste examendag erop zit. Ik heb een aantal VWO'ers gesproken, die hebben een wiskunde-examen gehad. En één meisje die zei zelfs dat ze een beetje tijdtekort had en in tijdsnood kwam. En dus niet alle vragen kon invullen. De havisten die waren een stuk positiever, die hadden bedrijfseconomie. En ik heb er zelfs een paar gesproken die zeiden van, nou die 3 uur, die hadden we geen eens nodig. Ik heb alles ingevuld, of het goed is, dat weet ik niet. Het ging in het begin ging het goed, maar de laatste paar vragen, daar begreep ik helemaal niks van. Maar ik heb mijn best gedaan en we kijken wel wat cijfer wordt. Op zich redelijk goed geleerd, dus ik dacht van nu moet het goed komen. En ja, nu ben je er vanaf, dus dat is weer top. Ging ook prima, dus ja, lekker. Ja, positieve gezichten dus bij deze jongens. Dan zo, hoe lang duren de examens nog? De examens die duren nog tot 9 juli, dan is het laatste examen. En dit jaar hebben ze ook iets meer tijd gekregen om de examens af te ronden. En krijgen ze er zelfs een extra herexamen bij, mocht hier behoefte aan zijn. Dat komt goed uit. Nanchu Hiddes vanuit Vlissingen, dankjewel. Bij een schietpartij in de Ieperstraat in Oost-Soeburg is vanmiddag een man gewond geraakt. 3 mannen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij dit schietincident. Volgens de politie is het slachtoffer niet levensbedreigend gewond en wordt hij ter plekke verzorgd. De politie is een onderzoek gestart. De wielerkoers ZLM Tour voor profwielrenners gaat opnieuw niet door voor de 2e keer op rij. De organisatie heeft dat bekendgemaakt. Er mag geen publiek aanwezig zijn langs de routes. Een eis waaraan de organisatie niet kan voldoen en daarom krijgt ze geen vergunning. De eerste 2 etappes van de ZLM Tour zouden in Zeeland gereden worden met Capelle en Goes als finishplaatsen op 9 en 10 juni. Het aantal coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen is afgelopen week flink afgenomen. Lagen er een week geleden nog 41 coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen. Nu is dat aantal gedaald naar 27 en dat is het laagste aantal in 3 maanden tijd. Ondanks de daling blijft de druk op de intensive care in Zeeland. In totaal liggen daar 10 coronapatiënten. Behalve Zeeuwen gaat het dan ook om patiënten die zijn overgenomen van andere ziekenhuizen in het land.
In de stromende regen vertrokken ze vanochtend. Medewerkers van gevangenis Torentijd. Ze stapten op de fiets voor het Sophia Kinderziekenhuis. Een fietstocht van 220 kilometer naar Rotterdam en terug. De regen mocht de pret niet drukken. We hebben tegen elkaar ook wel gezegd, het is mooi als het lekker weer is. En aan de andere kant een beetje afzien mag ook wel. Ook in het achterhoofd dat we geld been hebben gebracht voor kinderen die ernstig ziek zijn. En ook wel eens een hele zware dag hebben, denk ik. In totaal is ruim 9000 euro opgehaald. Ook gedetineerden hielpen mee geld in te zamelen door onder elkaar met de pet rond te gaan. Koningin Maxima is 50. In heel Zeeland wapperen vlaggen. Maar waar je zo'n vlag juist zou verwachten, is hij er niet. Bij woonzorgcentrum en appartementencomplex Maxima in Terneuzen. Er is daar namelijk geen vlaggenmast. En dat is een van de bewoners al jaren een doorn in het oog. En daarom heeft hij binnen, waar het eigenlijk niet mag, zelf een vlag opgehangen. Ik vind het bespottelijk dat een beheerder, die hierover had, daar niet aan denkt of niet wil. Want die wil blijkbaar niet meewerken. Dat vind ik belachelijk. Co Witte hoopt nu dat de beheerder van het complex toch een vlaggenmast gaat neerzetten. Het Eurovisie Songfestival in Ahoy in Rotterdam dus begint vandaag. En daar zit een Zeeuws geluid bij uit Zierikzee. En dan hebben we het niet over de zangers, dansers en componisten. Karin van As is de stem van het Eurovisie Songfestival. Ik ben dus voice-over. Als aankondiger mag ik de presentatoren aankondigen. En ik mag ook, geloof ik, er komt pyro en er komt natuurlijk Nicki tutorials van de make-up. Dus die kondig ik allemaal aan. En dan mag ik dan daarna ook één voor één al die landen aankondigen. Dus elke keer als een land aan de beurt is, hoor je mij even het land noemen. Ik doe al heel lang voice-over werk, dus ik heb ook wel een bepaald soort opdrachten waarvan ik denk, oh ja, als het betrouwbaar moet zijn en zo, en informatief, en geloofwaardig, dan komen ze vaak bij mij. Naast zingen, dansen en acteren werd met de jaren ook duidelijk dat haar stem haar grootste kracht is. De stem wordt voller, je weet beter wat je wil, je hebt toch een soort van mature geluid gekregen. Ja, en daardoor kwam ik in allemaal van die voorlichtingen. Dus de invoering van de euro heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Ja, dat was 3 jaar werk. Fantastisch natuurlijk. Vanaf 98 werd het al aangekondigd. En, nou, dat zijn interessante dingen. Want dan heb je weer met een ministerie te maken. En, dus het is niet alleen maar daar dat even doen, maar ook alles eromheen. Het is ontzettend leuk om dat te volgen. Dus ja, dat heeft zich uitgebreid. Dus zo heb ik me ook veel meer daarop toegelegd. Met wel af en toe een leuk uitstapje. Karin was het laatste Zeeuws meisje voor de margarinecommercial in 1993. Oh, is ben zonnig. Ja, hier ben ook zonnig, hoor. Oh, is ben zonnig. Ja, in Zuid-Afrika, want daar waren zonnebloemen. Een paar jaar geleden kocht ze samen met haar partner dit huisje in Zierikzee. En pendelt nu wekelijks tussen Amsterdam en Schouwen. Ik heb hele leuke contacten met de Stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland. En daar ben ik dingen mee aan het ontwikkelen. Dus nou, we gaan, als alles weer open mag, gaan we. Nou, zij hebben natuurlijk sowieso een hele leuke theaterplanning en muziekplanning. Maar ik wil heel graag schrijversgesprekken gaan doen, verdiepend bij een boek. En dan natuurlijk iemand van de boekhandel erbij met de boeken. En dan hebben mensen een ontzettend leuke middag. Maar nog even terug naar het Eurovisie Songfestival. De Eurovisie Song Contest 2021. Hier in de Netherlands. Dus ik zal gaan kijken naar Q-was. En over 99 dagen beginnen ook de Paralympics in Tokio. Roeier Corné de Koning uit Kloetingen is voorlopig de enige Zeeuwse deelnemer. Hij gaat in ieder geval voor een medaille. En dressuur-amazone Tessa Baaiens uit Sir Hendriks Kinderen, zij hoopt zich de komende zomer nog te kwalificeren. Niet harder. Tessa Baaiens uit Sir Hendriks Kinderen viel in 2002 van haar paard. Ze liep hersenletsel op omdat ze geen helm droeg. Baaiens heeft een enorme drive om te laten zien wat ze kan, ondanks haar beperking. Je staat op met de handicap en je gaat naar bed met de handicap. En je ziet vaak hersenletsel niet, je beperkingen overdag.
Terwijl je gewoon ja, het heel erg merkt. En mijn omgeving, naast de omgeving, merkt dat ook heel erg. En het is gewoon soms zo vervelend dat je het niet ziet. En de mensen kunnen heel hard zijn. Dus dan is het heel fijn om te laten zien wat je wel kan. Dat geldt ook voor Corné de Koning, die geboren werd met een beenafwijking. Topsport maakt mij enorm fit. En ik werk juist ook gewoon dus doordat ik enorm fit ben. Dat ik dus ook eigenlijk gewoon minimale last heb van mijn, van mijn eventuele beperkingen. Dus dat is ook natuurlijk gewoon fijn, want ik ervaar eigenlijk nagenoeg geen beperkingen. En ik kan alles doen wat ik wil. En ik ben eigenlijk gewoon fitter en mobieler dan de gemiddelde Nederlander. Baaiens hoopt met Happy Grace op deelname aan de Paralympics en een plekje in de nationale ploeg is daarvoor nodig. Nu is dat nog niet het geval, maar komende zomer hoopt Baaiens de vereiste scores te halen. Ja, als de anderen minder scoren en ik score beter, dan kunnen ze niet om me heen. Zo is het eigenlijk gewoon. En die wedstrijden zijn pas in juni en juli. Dus we hebben nog een korte tijd en dan moeten we gewoon knallen. Die kwalificatiezorg heeft Corné de Koning niet. Hij is met zijn roeipartner Annika van der Meer al zeker van deelname. En de koning heeft maar één doel. Een medaille is een absolute, het absolute doel. Het zou een diepe teleurstelling zijn voor mij als dat niet het geval zou zijn. De koning en van der Meer werden onlangs in Italië ontroond als Europees kampioen door Groot-Brittannië, de grote favoriet voor het goud. De Britten zijn ook regerend Olympisch kampioen en na enkele jaren van afwezigheid weer terug op het water. Wij hebben gewoon natuurlijk een paar jaar dat we gewoon vrij dominant zijn geweest, hun waren er niet. Nu zijn hun er weer en dan zie je gewoon dat er natuurlijk ineens een hele sterke strijd is en dat, de kaarten natuurlijk gewoon anders liggen en dat is denk ik ook wel goed. Baaiens is al enkele jaren actief in de dressuursport op hoog niveau. In 2012 was ze al dicht bij deelname aan de Paralympics, toen in Londen. Ze doet er alles aan om haar doel te halen. Als er een plaatsje vrijkomt, dan ben ik er zeker bij. Maar anders dan gaan we voor Parijs. Parijs, dat is toch wel eigenlijk de reden waarom ik haar gekocht heb. En dan is toch wel, daar heeft ze potentie voor. Dus dan is dat toch wel heel mooi om er nu enigszins al bij te zitten. Twee zeeuwen dus met een missie. Of ze daarin allebei slagen moet laten blijken. De Paralympics beginnen op 24 augustus. Het was vandaag buiig, maar daardoor is de natuur wel heel groen geworden. Door de noordwestenwind bleef het wel fris, 13, 14 graden. En het blijft toch een beetje regenachtig. Pas donderdag wordt het droger en dan ook gelukkig wat zonniger. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.